gaat in stap, trap en in galop. Maar omdat we vandaag op het gras moeten rijden, houden we het bij de stap en de trap. Deze groep moet in april weer optreden op de Nederlandse kampioenschappen. En dan hopen wij daar te promoveren naar een hogere klasse. Dus voor ons is het een mooie training. We gaan hand houden als een X onder de X. In het midden van de rijbaan zit de letter X. En zij maken bij het groeten met de ponies een mooie X. Groeten! 1, 2, 3. Zo. Voorwaarts in trap. Maar rug. Splitsen. Tweede sectie, door middel van een kleine druppel achter de eerste. Ik op mijn ruiten sokken, ik heb naar het mijn paard springt er overheen. Dressuur, kom ze in het bij A afwenden. Ik spring. Bij A afwenden. Ik spring op mijn paard. Bij C splitsen. Gebroken lijn, precies. Splitsen, gebroken lijn, voorzien. Carouselrijden is een van de weinige takken van de paardensport wat je echt in teamverband kan beoefenen. En daardoor is dat uitermate geschikt voor de manege. Waarbij je toch voor je plezier en de gezelligheid op paarden rijdt. Onder X met paren splitsen. Met paren splitsen. Onder X splitsen, E en B, linkerhand. Dubbel tourniquet. Dubbel tourniquet. Bij een 10 meter stand afwenden. Daarna op de rechterhand in het carré komen. Het carré is bij het paardrijden een vierkant in het midden van de rijbaan. En dat maakt de figuren nog moeilijker, omdat je de rijbaan dan kleiner maakt. Bij E en B volgt een 10 meter. Bij het carouselrijden is het belangrijk dat iedereen de figuren even groot maakt. Dat ze in hetzelfde tempo rijden. Bij A en C rond de 10 meter. En dat de tussenafstanden gelijk blijven. En het gaat natuurlijk om het plezier in het samenwerken met je paard en met je collega's op de andere pony. En B, door een S van de hand veranderen. Wat
vanuit de AC-lijn naar A en C. En dan gaan ze voor u rijden het grondruimtekruis, wat een van de moeilijkste carouselfiguren is. En die gaan ze nu uitvoeren. Dus op het midden van de rijbaan krijgt u een groot kruispunt waar ze elkaar net kunnen passeren. Gaat er eentje te hard of te zacht, dan botsen ze natuurlijk op elkaar. En ze doen het goed vandaag. Goed zo. Vanuit X naar E en B. En op de rechterhand in de grote pol. Goed gedaan. Bij E en B, even en oneven. Even en oneven, maar rust. Bij dit figuur moet iedereen in hetzelfde tempo blijven. Want zometeen moet er geritst worden. Dus net als bij het autorijden, moeten ze zonder tempo te vertragen of versnellen, weer netjes ertussen komen. En dat doen ze ook weer keurig. Goed zo. Dan de evenruiters. Maar rust. Elke dag ben ik hier. Doe het met plezier. Goed zo. Dat was goed. Bij E en B de hoefslag volgen. Als de ruiters een tempowisseling moeten maken, dan krijgen ze van mij dan voor het commando mars. En die zeg ik lang gestrekt, zodat ze weten wanneer het moet. Arbeid stap, maar moet ze van hand naar achteren en om elkaar heen draaien. Om elkaar heen draaien, korte wending en achterste voren doorrijden. Daar komt ie. Goed zo. Nou rijdt iedereen achterste voren zoals u kan zien. Dus we gaan bij H en F nogmaals dit figuur rijden. Van hand veranderen en om elkaar heen draaien. Daar komt hij weer. Dan is er even een eigenwijs. Maar ze lossen het goed op. Goed gedaan. Op beide langzijds. Met ene afwenden. Met ene wil zeggen dat ieder voor zich de wending rijdt. Dan op de AC-lijn half houden. En als ze dat goed doen, dan staan alle caps recht op de AC-lijn. Afwenden, maar rust. De wending is mooi. Ja, goed hè. Voorwaarts in trap, maar rust. Linkerhand. De dames bij C de grote golven en naast de herenvolken. Bij C slaggolven, vier golven, plezier. Slaggolven, vier golven.
spierbogen verziert. Kom maar, naast mij staat de reserveruiter. En dat is altijd heel vervelend als je reserveruiter bent. Want dan mag je alleen rijden als er iemand afvalt. En dan ben ik blij dat ze niet in hoeft te vallen. Want dan is er niks aan de hand met een van mijn ruiters, hè? Goed zo. Deze is mooi. Bij E gaan ze Yin en Yang rijden. En ik denk dat u allemaal het figuur Yin Yang kent. Een cirkel met twee stippen erin. Ja, en dan een soort S erdoorheen. Hè? En bij ons is dat wel toepasselijk. Want we hebben helaas niet twee, maar wel één stippelpony die voor stukjes speelt. En we zoeken er nog één bij, want de andere is helaas gewoon F, hè. We hadden eigenlijk twee schip op zijn kop moeten zetten, Nienke. Ja, dat hadden we eigenlijk moeten doen. Yin en Yang. Als ik dan boven kijk, dan ziet u dat. Bij A afwenden. Bij A afwenden, vernieuwde aardbeienjam. Daarna half houden als een X onder de X. We gaan afgroeten. 1, 2, 3. En dan mag u applaudisseren. Ja, goed gedaan jongens. Heel goed. Voorwaartse stap naar splitsen. En de tweede sectie weer een kleine druppel achter de eerste. Schuine lijn van A naar B. En dan groeten de kinderen netjes af met twee teugels in één hand en de rechterhand naar beneden. En dan vraag ik nog een groot applaus voor de ruiters van Beneden die paardenstrop. Thank you.
vragen ze vieren, zitten met mij. Dank jullie wel. De paardensport. Volgend jaar zien we elkaar hopelijk weer.